Nou, wij zijn een bedrijf dat big data analytics implementeert bij retailers en op die manier meerwaarde creëert. Wij zorgen dat we de complexiteit van grote databestanden en veel cijfers omzetten in praktische toepassingen waarmee retailers elke dag betere beslissingen maken. We hebben dit de afgelopen tijd bij diverse retailers toegepast. En die organisaties maken dus elke dag gebruik van onze intuïtieve tools. En maken daarmee betere beslissingen, hebben minder discussies en zorgen dat er meer waarde wordt gecreëerd voor hun klanten. Nou ja, wij zien dat met name management van retailers tegenwoordig omkomen in de grote hoeveelheid data, de veelheid van databestanden. En wij focussen ons op die innovaties die het mogelijk maken om op basis van al die databestanden elke dag betere beslissingen te maken, real-time, te zorgen voor meerwaarde voor klanten. Nou, dat zijn innovaties. Denk daarbij aan algoritmes, machine learning, echte hoogtechnologische tools en ontwikkelingen die ervoor zorgen dat je alles wat er in die data zit kunt toe gaan passen. Het gaat erom om als retailer relevant te zijn. Je moet weten met wie je te maken hebt, je moet weten wat er bij een klant omgaat. En dat kun je achterhalen door alle data die je hebt over afgelopen koopmomenten, maar ook contactmomenten, op de juiste manier in te zetten om zo dadelijk, morgen en overmorgen de beste aanbieding te doen. Specifiek in de offline winkels moet je ervoor zorgen dat je onderscheidend bent en meer kunt brengen dan je online doet. Dus dat betekent dat je alleen je kernassortiment moet behouden en de rest van je assortiment gedifferentieerd moet opbouwen en moet aanspreken op de mensen die in die winkel binnenkomen. He, afhankelijk van het verzorgingsgebied, maar ook afhankelijk van het tijdstip van de dag. Naar mijn idee zal de winkelstraat van de toekomst meer en meer inspelen op de behoeften van de klanten die daar gaan komen. Dus afhankelijk van het verzorgingsgebied zullen winkelstraten steeds meer gedifferentieerd gaan worden. Daarnaast zal personalized shopping mogelijk worden. Op het moment dat je naar de winkelstraat toe gaat, zal er al data vanuit jouw mobieltje naar de betreffende retailers toe gaan en die kunnen daarop inspelen. Winkelruiten zullen zich aanpassen aan de mensen die er langs gaan komen. En dit zal betekenen dat iedereen het gevoel heeft dat hij relevant is, dat hij serieus wordt genomen en dat hij iets aan het beleven is. Wat voor de retailer vandaag de dag ontzettend belangrijk is dat je die enorme golf aan big data op de juiste manier inzet om meerwaarde te creëren voor je klanten, maar ook betere beslissingen te nemen, minder onderbuikgevoel en minder discussie. Als je bij ons langskomt, kun je zien hoe wij de complexiteit van die enorme hoeveelheid data omtoveren tot intuïtieve tools waarmee je elke dag betere beslissingen kunt maken.